Iedereen kent het wel. Je zit op een terras, hebt enorme dorst, maar de serveerster is te druk en ziet je niet. Ook de Groningse ICT-specialist Thomas Brinkman had hier last van en bedacht er wat op. Met zijn systeem My Order kun je zelf iets bestellen via de internetverbinding op je mobiele telefoon. Ik heb My Order nu op mijn mobiele telefoon gezet en nu kan ik de menukaart van Kaaphoorn bekijken. En kan ik ook de bestelling plaatsen, dan wil ik 2 cola en dan heb ik gelijk met mijn mobiel besteld en betaald en kom een bonnetje hier binnen uit de printer. Niet alleen handig voor de klanten, de uitbaters hebben er ook profijt van. Het scheelt sowieso een handeling voor het personeel, dus personeelskosten worden bespaard. Goedemiddag. Of het digitale betaalsysteem ook voordelen heeft voor het personeel, is nog maar de vraag. Ja, ben je dan niet bang dat het ten koste gaat van je fooi? Ja, misschien wel een klein beetje. Maar goed, ik denk dat het niet zo heel veel uitmaakt. De gasten reageren verdeeld op deze nieuwe manier van bestellen. Ik denk dat het wel een goed systeem is. Ik denk dat het bestellen daardoor wel sneller gaat. Sneller dan nu. Aan de ene kant klinkt het in eerste instantie heel, heel handig. Maar ja, vaak neem ik ten eerste mijn telefoon al niet mee naar de kroeg. En ten tweede, ja, vraag een beetje hoe dat werkt. Als er dus een klein defectje optrekt, dan kan op een gegeven moment niemand meer betalen in de kroeg. Een ander nadeel is misschien ook het ontbreken van persoonlijk contact met die ene leuke serveerster. De bestelling wordt natuurlijk nog steeds door de serveerster gebracht. En je kunt zelf gewoon bepalen wanneer je bestelt. En dan kun je nog steeds je praatje maken met de serveerster als het brengt. Het nieuwe bestel- en betaalsysteem wordt eerst uitgetest in Groningen. De proef begint volgende maand.